Ik vind deze dag, Africa on the Move, ja, bijna een soort emotioneel en inspirerend. Omdat ik dit toen ik jouw leeftijd had, ja, nooit heb kunnen meemaken. En het is, ja, ik vind het te gek om te zien dat mijn zoon straks, mijn dochters, dit dus kunnen meemaken. Dat er een netwerk is dat 5 jaar bestaat. Het is heel erg belangrijk om bij de African Young Professional Network aanwezig te zijn. Omdat de jeugd heeft natuurlijk gewoon de toekomst. En toen ik opgroeide was er een hele kleine Afrikaanse gemeente, nou bijna minuscuul in Nederland. En het is zo inspirerend om te zien hoeveel jonge professionals er zijn. Studenten, ook al afgestudeerd, al werkend in de politiek. En ja, het is voor mij een inspiratie. En als ik ook misschien mensen kan helpen of inspireren of iets kan doen, vind ik dat heel belangrijk. Wat is je boodschap voor de African Young Professional in Nederland en overal ter wereld? Nou, mijn boodschap voor African Young Professionals is om kracht in jezelf te houden. Hè, autonoom te durven blijven zijn. Je stem te laten horen. Te staan voor je mening. Arbeidsparticipatie, educatie. We zijn er nog niet. Dus gebruik ook die kracht en die power die je hebt om de generatie na ons. En ook de generatie die er is. Die niet misschien het geluk of de intelligentie of het succes heeft. Om die ook te blijven empoweren. Om met z'n allen verder te komen. Een einde te maken aan wat voor discriminatie, vooroordelen er ook bestaan. Want die zijn zo onnodig en niet terecht. En het thema is leiderschap. Wat heb jij over Afrikaans leiderschap te zeggen? Of leiderschap in het algemeen? Nou, leiderschap, of het nou Afrikaans is in die zin of van welk ook ander continent, is natuurlijk iets heel erg belangrijks. We hebben altijd mensen nodig die ons inspireren, die ons in beweging zetten. Hè? En dat hebben we allemaal in ons. Ik geloof niet in opkijken tegen één leider of een groep of een bepaald geloof, dat is niet mijn filosofie. Mijn filosofie is dat we allemaal zowel goddelijk, goedheid, kwaadheid, emotie, alles in ons hebben. Dus probeer de leider in jezelf te zoeken. Dat is waar ik in geloof. Wat denk je aan als ik zou zeggen the African Dream? Als je het hebt over de African Dream, dat is voor mij wat ik het meest bijzondere vind, is die ontzettende sense of community. Hè? Dat de gemeenschap zo belangrijk is. Dus niet alleen het individu en ik en wat heb ik en wat hebben mijn kinderen, wat heeft mijn, maar wat hebben we gezamenlijk. Dat kan ook natuurlijk ook wel eens tot conflict leiden of tot bepaalde uitsluiting. Maar laten we het mooie daarvan, dat is voor mij de African Dream. Wat meer samen, wat meer met elkaar, wat meer inclusie, wat meer elkaar ondersteunen en supporten. Want hey, at the end of the day, er is gewoon genoeg op de hele wereld voor iedereen.